Zo, goedemorgen, middag, avond, lieve Schlagervreunde. Jetzt geht's wieder los mit Stimmung und guter Unterhaltung. Sind wir alle drauf? Jawohl, jetzt geht's los. vandaag kijken we even naar een nieuw liedje en dat liedje heet Ghost in My Room. Het leuke is dat het idee voor het liedje 's nachts kwam en iedereen die wel eens een ideetje 's nachts heeft gehad weet hoe moeilijk dat is, die keuze die je moet maken van is het de moeite waard, slaap ik lekker door, hè? Draai ik me om of ga ik opstaan en dat vastleggen op papier of op een mobiele telefoon of een recordertje wat je naast je bed hebt liggen. En ik zal het eventjes laten horen, want ik heb het gewoon slecht van kwaliteit als het was. Ik heb het gewoon gebruikt en het is nu dus zeg maar de drijvende kracht van dit liedje, het ritmische gedeelte. Ja, je hoort me ook bijgeluiden maken. Dat staat er allemaal op. Oké. Eigenlijk is het hele lied gebouwd op een nachtelijke opname. Maar goed, om een idee te krijgen van het hele lied en van de sfeer, laat ik het even vanaf het begin horen. Klinkt ongeveer zo. De eerste stem die je hoorde komt uit een synthesizer. Verder moet je even horen de piano, de Rhodes piano, geeft een beetje het spookachtige gedeelte van het liedje weer, omdat er zo'n dissonant in zit. En nou, hier komt dan een stukje met spookstemmen. Even kijken, dat staat onder de special effects. Stemmen die die meneer hoort. Ja, moet je in het geheel horen, dat klinkt zo. Nou, het is dus, het lied is een duet tussen de meneer in kwestie en zijn aan de kant gezette mevrouw, die dus ook een couplet mag zingen en zegt van, ja hoor, dus niet zo zeuren, je hebt me er zelf uitgezet en ik blijf lekker spoken in jouw huis. Ik zal eerst het eerste couplet laten horen van de meneer. Still hear the echo of your feet on the stairs, the clicking sound of high heels.
dan komen we bij het gedeelte van de mevrouw in kwestie, Phoebe Carter. En het is leuk om in dit filmpje even te laten zien en horen hoe haar stem wordt ingepast in het geheel. Ik laat eventjes het droge signaal horen zoals ik het binnenkreeg. Dus dat is heel kaal. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. You'll sense my breathing as you fall to the floor. I'm like the wind through your hair, lost in the gloom. I'm the ghost in your room. Ja, ze heeft vrij spel gekregen van mij. Ze mocht zelf doen wat ze het beste leek. Maar er zijn toch een paar dingen waarvan ik denk dat dat kan toch wel even iets anders. Lost in the... Ja, wat zingt ze daar? Lost moest ze zingen, maar ik hoor eigenlijk iets anders. Lost in... Hier zingt ze het wel goed. Kijk, waar is dat? Lost in the gloom. Hier is het echt lost. En hier is het... Lost in... Dus dat moet er maar even uit. Even kijken, knip. Zo, hier was het goed. Lost in the gloom. Zo. Hier. Ik kopieer dat even. Zo, klopt het zo? Lost in the gloom. I'm the... Oké, nou is goed. Wat me nog meer opvalt is dit stukje. Ik zal hem even... inzoomen. Dit stukje. Dat wil ik zo meteen erbovenuit tillen. Zo, dit is dus haar partij. Daar gaan we even wat mee doen, want het is natuurlijk de bedoeling dat het netjes ingekapseld wordt in de begeleiding. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. Het eerste wat ik dan zou willen doen is even kijken of ze een beetje zuiver zingt. En dat zou kunnen via de autotune. Autotune, waar ben je? Zo. Nou, even kijken, ze heeft wel een beetje een sopraanstemmetje. Wat zit in toonsoort D? D klein, D mineur. I watch you pacing down your room every night. Oké, is goedgekeurd. Wat we altijd doen, een equalizer er eerst tussen zetten. Eigenlijk alleen maar om ongewenste frequenties eruit te filteren. Gaan we even kijken middels deze EQ. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. Ze heeft haar huiswerk goed gedaan, want vanaf hier is het heel rustig. Ik ga toch een filter daarop zetten. Een laag af filter low cut, zo. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. Dit is Nectar. Dit is de track waar hij zich over gaat buigen. Nu wil je natuurlijk een stukje horen. Oké. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. You'll sense my breathing as you fall to the floor. I'm like the wind through your hair, lost in the gloom. I'm the ghost in your room. Ik hoorde al een staartje galm. Dat heeft hij er ook al bij gezet. Even kijken, waar zit dat?
Reverb, nou dat wil ik niet, want dat doe ik zo meteen zelf wel. Dus galm zet ik er al af. Verder heeft hij er van alles op losgelaten. Even kijken of ik daarmee kan leven. Oké, dus dat is de zang tot nu toe. En nu gaan we het extra mooi maken. Je moet dit als openbaar vervoer zien. Je stuurt iemand met een bus naar een andere plek op dit mengpaneel. En dan moet ik eerst die andere plek maken. Dat gaat hier gebeuren. Door middel van een nieuw kanaal. Up. En dat kanaal noem ik Echo. Of ik zou Delay moeten zeggen. Ik noem het Echo. Ik maak er nog een. En die noem ik Galm. Hoe krijg ik dat signaal van hier naar daar? Door middel van een send stuur ik iemand met de bus naar de Echo. En ik stuur hem ook naar de Galm. I watch you pacing down your room every night. Goed, deze mag eerst even zijn bek houden, want we gaan ons met de Echo bezighouden. Ik heb de wereld aan Echo's. Nou, schrik niet, want het signaal gaat nu keihard in die Echo en die zal keihard erbovenuit komen, denk ik. I watch you pacing down your room every night. Ja, een beetje te veel van het goede, zou je zeggen. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. Nou, Echo wil je niet al het laag erin en ook al zeker niet al het hoog. Echo is nu ook nog veel te veel. Lost in the gloom, I'm a ghost in your room. Het blijft heel lang hangen, die echo, dat is de feedback, die kan ook wel wat terug. Een stuk terug. I watch you pacing down your room every night. Nou, zo moet het eerst maar blijven. En dan ga ik ook even op dezelfde manier een galmpje erbij zetten. Welke zal ik pakken? Hier is de reverb. Het zal eerst wel weer veel te veel zijn. I watch you pacing down your room every night. Ja, behoorlijk. Iets langere galm, maar iets minder in het signaal. I watch you pacing down your room every night, even though I'm not there. Goed, en nou de echo erbij. Lost in the gloom. Oké, dit stukje. Dat willen we er bovenuit tillen. Zo. Even horen hoe dat klinkt. Duidelijker te laten zien. Zal ik hem nog wat verder eruit tillen. Lost in the gloom. I'm a ghost. Zo werkt dat. Je zult ook zien dat deze fader daarop reageert. Dat moesten we vroeger allemaal met de hand doen. He? En met voeten, als je handen tekort kwam. En nou zou het leuk zijn, dacht ik, als we dat ene zinnetje... Dat het dan droog is, dus dat het niet van echo en galm wordt voorzien. Nou, dat kunnen we doen door die echo en die galm dan even omlaag te halen. Ik zal eerst de echo omlaag halen. Lost in the gloom. I'm a ghost in your room. Okay.
hetzelfde met gal. Dus. Zingt ook nog een stukje in het tussenstuk, in de bridge, zoals het dan heet. I am not ready to hold and forgive you. Your tears come too late, I'm repaying you now. You push me away, now you want me to stay. Oké, dankjewel mensen, tot de volgende keer.